Het is weer tijd voor 6 minuten buikspieren. We gaan weer 4 oefeningen doen en 30 seconden per oefening. Eerste oefening kun je gebruik maken van een gewichtje. Dus die pak ik er zo meteen bij. En dan beginnen we straks met een torso. Schouders blijven laag en de beweging is kort. Komt-ie. 30 seconden, korte beweging. Buikspieren goed aanspannen. Goed van de ene kant naar de andere kant. Met je buikspieren. Maak je tempo. En je houdt hem weer steeds stevig. Schouders laag. Tempo lekker erin houden. Je gaat zitten voor de rollen. Je rolt af. Tikt achteraan. Rolt weer op. Van de ene kant naar de andere kant. Wil je deze zwaarder, kun je ook nu weer een gewichtje gebruiken. De ene keer tik je eerst de ene kant opzij. De tweede keer is de andere kant. Gaan we door naar de plank. Knieën. Net goed boven de grond. Voor iedereen die vorige week stikkende knieën op de grond had. Die dacht, dit is een makkie. Tilt nu de knieën net boven de grond. Dan is het minder makkelijk. Goed blijven ademen. Hou ze goed net boven de grond. Hou vol. Gaan we door naar de vierde oefening. En dan ga je op de grond op de rug liggen. Buikspieren aanspannen, heupen gaan omhoog. En weer rustig omlaag. Afstand tussen je rib en bekken blijft gelijk. Klein stukje naar beneden en omhoog. Vind je dit makkelijk? Schouders laag. Til je omste beurt je been op. Heupen blijven in één lijn. Schouders laag, kijk mooi naar boven. En buikspieren aanspannen. Tijd voor de tweede ronde. Pak weer eventueel je gewichtje erbij. Korte beweging. Tempo erin. Knieën liggen gebogen. Lekker vol. Denk aan je schouders. Knieën gebogen. Heupen blijven stil. En we gaan weer zitten voor de roll-up. Eventueel met gewichtje. Een flesje water kan ook. Kom je niet zo makkelijk omhoog? Kun je gebruik maken van je benen. Terugweg. Goed tegenhouden. Daar word je juist sterker van. Plank. Knieën niet op de grond. Schouders laag. Armen gebogen. Geen holle rug, geen bolle rug. Mooi ertussenin. Blijf goed ademen. Blijf volhouden. Kom op, kom op. Klein stukje nog. En een shoulder bridge. Heup omhoog. En rustig terug. Vind je dit makkelijk? Blijf je hoog. Heupen in één lijn. Buikspieren aangespannen. Navel in. Omste beurt je knie omhoog. Heb je ellebogen op de grond en je denkt dit is nog een makkie? Haal dan je ellebogen van de grond af. Balans uit de buikspieren. Afstand ribben bekken blijft gelijk.
Kom weer staan voor de laatste ronde. Met de torso. Korte beweging. Denk aan je schouders. Hou die laag van je oren af. Heupen stil. Knieën liggen boven. Ja, kom weer liggen. Rollen. Je tikt achter. Omhoog. Ene kant, andere kant. En daarna begin je aan de andere kant. De plank, knieën net boven de grond, schouders laag. Armen liggen gebogen, schouders van de oren af. Klein stukje, hou vol. En de shoulder bridge. Kom weer liggen. Schouders laag. Heupen op. Omhoog en omlaag. Of je vindt het makkelijk. Nou, noemst de beurt je knie omhoog. Buikspier op spanning, hè. Heupen één lijn. En strek je uit, maak je helemaal lang. Tenen van je af, vingertoppen van je af. Hebben we alweer 3 rondes erop zitten. Trek de knieën naar je toe. Rondjes met je knieën. Andere kant op. Handen naast je, benen naar de ene kant. En naar de andere kant. Kom rustig gaan zitten. Ene hand op je ene schouder, andere hand op je andere schouder. En dat heb je weer netjes gedaan. Ik zie je morgen weer voor het nieuwe filmpje. Tot morgen. Doeg!